Maar nou zeg ik, je kent de uitdrukking van het volk krijgt de leider die het verdient. Ja. Krijgt het volk ook de media die het verdient? Dat vind ik wel. Ja, ik denk dat elke samenleving de media krijgt die ze verdient. Als het ons, zeg maar, worst is wat de kwaliteit is van de berichtgeving, dan moeten we daar ook niet verder over zeuren. Nou, en die mensen, hè, dat zijn dus kritische consumenten. Die kopen een televisietoestel, die steken thuis de stekker in een stopcontact, boem, bruine rookwolk. Dan weten ze precies wat ze moeten doen. Gaan ze terug naar de winkelier of ze schrijven naar de fabrikant, schrijven een brief aan de koning, de consumentenbeweging, het parlement, dat weten we allemaal. Dan krijgen ze een nieuw televisietoestel. Dan werkt dat, dan gaan ze daar avond en avond naar zitten kijken, krijgen het meest bedenkelijke elektronisch huisvuil over zich uitgestort en doen vervolgens nooit meer wat. Denken misschien nog wel eens, ja, zou het wel waar zijn, maar doen er niks meer aan. Ja, er is altijd wel, zeg maar, een recalcitrant die alsmaar brieven blijft schrijven. Die, naar de Volkskrant, die ze dan vervolgens alsmaar netjes in de prullenbak gooien. Ja. Maar daar gebeurt dus te weinig. En ik denk dat er toch een samenspel moet zijn. Ja. Een samenspel tussen verantwoordelijke politici. Ja. Want daar wordt natuurlijk ook vreselijk veel gelogen in de politiek. Ik denk dat ook daar de politiek op moet worden aangesproken. Het met de grote gemakzucht inschakelen van spindokters. Journalisten die daar gevoelig voor zijn, kwetsbaar voor zijn, en dan een publiek wat er verder niks aan doet.